Doet hij het? Het waait te veel. Is dat echt de goede kant? Ja. Duurt wel heel lang. Ja! Oké, okay, jullie denken we gaan het sneller doen? Kapmantel om, handdoek om. Wat gaat er gebeuren? Ja, jullie hebben het goed geraaien. Ik ga mijn haar kleuren. Het bovenste gedeelte ga ik zelf inzetten. En morgen gaat mijn vriendin het verder afmaken. En ga ik nog niet vertellen wat er gaat gebeuren. Dat gaan jullie gewoon zien. Ik ga even het voorresultaat laten zien. Dit is dus de helft. Hierboven is mijn eigen haarkleur. En dit is nog een beetje een restje van wat ooit geverfd is. Maar ja, ik ga nu dus de bovenkant zelf inzetten. Wat donkerder. Ja, de rest gaan jullie zien. Maar neem dus even afscheid van deze blonde lokken. Ja, ik hoop dat het mooi wordt. En ik hoop dat, ja, dat het er mooi uitziet. Ik ga nu het eerste gedeelte inzetten. Dus wish me luck. Ik vind het zo spannend. Ik heb mijn papje klaar. Oh, ik doe het even in een versneld tempo. Want say goodbye to this color. En I'm gonna miss it. Pill I keep taking. Nightmare I'm waking. There's nothing. No nothing. Nothing but you. My perfect rock bottom. My beautiful trauma. I might have messed up again. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love, don't thought it was you. Pill I keep taking. Nightmare I'm waking. There's nothing, no nothing. Ready? Nothing but you. My perfect rock bottom. My beautiful trauma. We gaan hem daar opmaken, we gaan daar een spelletje doen en bierpong en... Wij gaan lekker aan de oliebol. Ah, hey, vis dat ziertje. Ik heb Emma al opgemaakt, maar we gaan even spelletjes doen en oliebol eten. Oké, wij gaan lekker even klaarmaken. Dag. Oké, hij ziet er echt mega lekker uit. En dat vormpje is zo schattig, een hartje. Ik ga hem daar proeven en ik hoop dat hij lekker is. Oh ja, Amar is trouwens echt super leuk geworden. Het is een beetje moeilijk te zien op het beeld. Maar boven is het dus donker en daaronder is lichter. Een beetje een balayage. En ik ben er super blij mee. En ik krijg zo meteen bezoek voor mijn verjaardag, want ik ben morgen jarig. En dan word ik 22 en ik heb er zin in. Dus ja, ik ga nu ophouden met filmen. En dan zien jullie me wel weer. En ik hou jullie op de hoogte van alles. Tot ziens. Dit was even een inleiding van mijn verjaardag. En ik vier het lekker in mijn eentje, want er is verder niemand. Ik ben dus jarig. Hallo. 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 Gefeliciteerd. Lekker verjaardagscake gebakken. Kijk hoe schattig. Yay. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. In de pip, hoera! In de pip, hoera! In de pip, hoera! Oké, nou, voor al het geluk in 2018, in één keer uit. Ja! Proficiat, je was erbij. Dat is leuk. Yeah! Wow! Dit is echt, Monica! Yay!
Even sterker. Nee, nee, nee. Pas voor. Eet het al. Kijk, parfum. Leuk hoor. En. Mooi. Ja, dankjewel. Wat is dit? Oh, dat is iets wat je niet weet. Wat is dit? Oh, een handdoek. Jee. Papa, nee, je moet hem niet zo houden. Ja, dat kan niet. Bank. Het is gewoon ik heb net echt een superleuk cadeautje gekregen en ik ga het jullie nu aan jullie laten zien. Oké, schrik niet. Sommige mensen zijn er misschien een beetje bang van. Maar ik heb net een dwerghamster gekregen. En ze heet Luna. Daar ging die hamster. Super lief. Waar is die? En er komen nog heel veel vlogs met Luna. Ja, dus zeg maar vast doei. Mwah. Maar laat wel veel poepjes. Ja, ze noemen me oh, heeft geplast. Oké. Ja, Luna. Nou, daar gaat ze weer. En ik eet even een frietje. Verdamme. En ik heb nog een mooi cadeautje gekregen. Deze versterker. En ik ga nu een liedje voor jullie spelen. Van. Dankjewel voor de hamster. Alsjeblieft, ik heb de hamster gekocht. Ik ben er super blij mee. Nou, fijn dat ze er blij mee is. Ja, heel blij. Doei!